Die lader die zit er ondersteboven in. Prutsers. Dat schroefje of boutje zit er helemaal scheef in. Echt prutsers. Goed, voor deze video moet ik even gaan zitten. Uh, waar zal ik beginnen? Ik heb de, op mijn Zero motorfiets, mijn elektrische motorfiets, heb ik mijn laadtank laten installeren door, uh, door techniekers van Zero, opgeleide mensen. Nee, gewoon mensen. Mensen die op cursus geweest zijn bij Zero, die waarschijnlijk niet echt opgelet hebben. Uh, en uh, ik heb hem teruggekregen en uh, er is van alles fout gelopen. In deze video een kort overzicht van wat dat er... Ik hoop dat ik het kort kan houden. Een overzicht van wat er allemaal fout gelopen is. Uh, gisteren was ik behoorlijk gefrustreerd. Ik heb, gisteren, nee, ik heb het gisteren laten uitvoeren. Ik heb hem uitgeladen, de motor, en ik heb het ontdekt. Uh, ik was behoorlijk gefuseerd. Ondertussen ben ik al uh, is er al een nacht over gegaan. Ik heb vandaag die mensen proberen te bereiken. Ze nemen niet op. Ik heb al drie keer gebeld zonder middag. Tussen tien en twaalf heb ik al drie keer gebeld telkens Voicemail. Ik vond het zelfs ze niet open zijn vandaag. Op de Voicemail trouwens, zijn ze dan ze morgen open zijn, ik ben benieuwd. Morgen is het zondag. Uh, ze hebben mij in de offerte drie uur aangerekend. En ik heb er zelf, ik moest die dag nog van alles doen, dus ik heb hen er zelf vier uur de tijd gegeven. En dan um, vier uur later stond ik daar terug. En ze hebben dan nog een half uur. Uh, ik heb daar nog een half uur moeten wachten voordat ik mijn motor terug had. Dus, uh, maar dat is nog niets. Ik ben thuisgekomen. Ja, ik heb net mijn zero terug binnengezet. Uh, dus de werken zijn uitgevoerd. En dan uh, s'avonds. Als, uh, als ik de motor aan het uit, uitladen was, zat ik hem in de garage. En dan zag ik dat aan mijn been, uh, de tank aan de kant van mijn rechterbeen, dat daar uh, onder de tank allemaal draden van die oranje kabels, van die high voltage oranje kabels, dat die allemaal zichtbaar waren. En dat die eigenlijk gekneld zaten tussen het plastic van de tank en het metalen frame van de motorfiets. Kijk, die kabel hier zit niet goed. Dat hier zit op die kabel te duwen en die kabel. Dat zit daar gewoon tussen, die kabel. Dus ja, ik dacht, ja, dat is waarschijnlijk een beetje. Ik heb hem er misschien toch nog te veel op gejaagd. Dat zal, uh, um, dat zal misschien gewoon wat er te snel tussen geduwd zijn. Dus ik dacht, ik doe gewoon die tank los. Ik okay, straf. eraf. Ik heb net die twee hier losgemaakt. Ik wil deze losmaken, maar kijk, ze hebben ze vervangen. Waarom zou in zijn godsnaam daar andere boutjes moeten steken? Ik ging eigenlijk eerst deze video maken, gewoon. Uh, om, om de fouten te overlopen ging ik gewoon bellen naar die verdeler en uitleggen wat dan de fouten zijn aan het telefoon. En dat stukje opnemen, dat is ook het meevolgen. Ik heb ook de problemen ondertussen al, uh, omdat ze het toch niet opnemen hebben, ik ging de problemen sowieso op mail zetten, maar ik ging eigenlijk eerst bellen om hen er, uh, te informeren en te zien wat ze te zeggen aan, aan de telefoon. Ik heb ondertussen heb ik het dan maar gewoon per mail verstuurd met foto's. Dus ik neem die tang daar af. En ik begin te zien waar die bekabeling, ik probeer die wat aan de kant te leggen. En, en, um, en met tie wraps een beetje beter vast te maken, dat die tang daar beter overheen past. Maar, um, en dat was eigenlijk het enige wat ik wou doen, en dan die, die tang daar terug op en alles dicht maken en dan de volgende dag een keer, vandaag is mooi weer, een keer gaan testen. En dan was ik hier uh, die bekabeling allemaal aan het vastzetten overal, dat dat hier gewoon vrij is. Kijk eens wat ik hier zie zijn hier gewoon... Zie je dat? Dat schroefje of boutje zit er helemaal scheef in. En als dat dan jaar genoeg is, hebben ze bij hem er scheef in te draaien, ook mijn vreemde frame geschonden. Maar uh, ik kwam het een na het andere probleem tegen, echt. Uh, er is Alles is zo vastgezet met metalen beugels. En de metalen beugel van de stekker voor het, voor het opladen eigenlijk, Daarvan ontbrak één boutje. Ja, ik heb door wat er verkeerd gaan. Is. Dus ik ben hier heel het aan het proberen dat hier weg te steken. Die kan ik daar, die daar. Maar vooral voor deze hier is er niet genoeg ruimte onder de tank. En die krijg ik maar niet weg. Ik heb nu net gekeken, op de handleiding, en wat blijkt? Die lader, die zit er ondersteboven in. Ik weet op dit moment zelf nog niet eens of dat de, de lader nog werkt. Het enige wat ik gezien heb is dat ze daar met zo'n 220 volt adapter getest hebben. Alleen nee, ik heb ze niet zien testen. Ik heb ze zien met zo'n adapter naar de, naar de technische ruimte gaan. Maar ik weet niet of dat ze ook effectief getest hebben. En ik hoop ook echt dat er niks in mijn batterij gevallen is. Dat er, niks van... dat er niet meer schade is dan hetgeen dat ik nu gezien heb. In elk geval, ik begrijp dat er dingen kunnen foutlopen. Daar heb ik absoluut geen probleem mee. Ik hoop dat Zero dat professioneel gaat oplossen. We zullen zien hoe ze antwoorden. Uh, maar ik heb vooral problemen met het feit dat ze mij daar. Allee, ze, hebben die, ze hebben die cover daarop gezet. Ze hebben dat proberen weg te steken. Gewoon. Zo simpel. Ze hebben die cover daarop gezet. En ze hebben mij daar niks van verteld, van al die problemen. Er is maar één juiste oplossing. Op dat moment mij vertellen dat het fout gegaan is.